Wacht eens even, ik zie een fout. Hallo allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe update video. Vandaag gaan we de update bekijken. Zo, dat kwam niet echt goed aan mijn mond, maar maakt niet uit. Nou ja, we gaan gewoon lekker beginnen en volgens mij zit ik op een verkeerd paard. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind het gewoon prima. We gaan even kijken of het echt zo is wat ik denk. En... Please. En de rassen zijn... Ja, ik zit op een verkeerd paard. Zo dacht ik al. Maar ja... Nee, ik moet een Tilsie wel kan meenemen. Die heb ik volgens mij in mijn stal gezet, want jij weet me nooit. Dus dan zie ik jullie zo weer als ik van mijn paard geswitcht ben. Tot zo. Nou, ik ben er weer en ik heb mijn Tilsie Walker gebruikt, mijn zwarte. Die vond ik ook grappig bij dat setje pas of zo. Maar ja, nu kunnen we wel meedoen met het race. En we krijgen echt super veel XP, joh. Dat ga ik geven aan mijn andere paard, joh. Oh my god. Dit is nog niet normaal zoveel XP dat je krijgt, joh. Dat is niet te geloven, joh. Huh? Is die race niet vorig jaar ook geweest? Want ik herinner me deze. Wow, dat ging nu al helemaal fout. Maar ik herken deze gewoon. Of is die nieuw? Weet iemand het? Nou, volgens mij ben ik een beetje in de war met vorig jaar en dit jaar. Want de races lijken zo erg op elkaar dat ik het gewoon even niet meer weet van welke race is nou wat. Maar je meestal vindt het altijd wel leuk om... heel veel races zal uit te geven. Waarom ging ik eigenlijk zo? Volgens mij wil ik een shortcut doen. Maar dat ging niet omdat... En nog iets in de buurt is. Van ik checkpoint. Gezellig. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan gewoon lekker spelen. En dan zien we wel hoe ver we komen hier. En ik heb weer kriebel aan mijn neus. Word je echt helemaal zo'n stoot van. Maar volgens mij ben ik ook verkouden aan het worden. Weet ik niet, maar... Het is niet erg. Daar heb ik ook de hele tijd kriebel aan mijn neus. Daar word ik echt helemaal gek van. Waar moeten we eigenlijk heen? Maar volgens mij is, hebben we dat vorige week ook. Vorige week. Vorig jaar moet ik zeggen. Hebben we die ook gehad. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Nou ja. Ik ga het niet nog een keer doen. Jullie weten onderhand wel hoe die race is. Want ik ga die niet accepteren. Want mijn paard is al level 15. En dat is niet zo handig natuurlijk. Ja, wat ik ga doen, ik ga weer terug naar mijn homestable. Verwis ik weer van paard die ik net had. En dan zie ik jullie zo. Tot zo. Nou, ik ben er weer, maar dan met goed paard. Alleen ik hoor mijn verlef mijn stalstable niet. Oké, nu wel. Ja, en volgens mij hebben jullie het ook niet gehoord, maar nu wel, hoop ik. Het was altijd stil, dus sorry. Maar ja, maar niet. Nou, ik heb het nu wel klaar. Oh. Maar ja, dat is gewoon een muziekrace, dat maakt niet uit. En mijn paard level up, nice. Hey. Oké, wat is nu nog meer? Nou, de markt is terug, daar gaan we ook eventjes heen. Maar meer is er toch niks te doen. Denk ik niet. Ik denk dat deze update echt heel erg klein is. Maar ik vind dat niet erg of zo hoor. Dat is het ook leuk. Ik denk dat deze video iets van 8 minuten wordt of 9. Geen idee. Het ligt een beetje aan wat ik verteld heb. Misschien wordt deze video wel over 5 minuten. I don't know. Maar we gaan gewoon lekker naar de markt. Gezellig. Mijn muis is nog steeds pieperklein. Ik snap dat niet, maar... Ja, ik heb hem hier zo staan omdat ik vind deze niet mooi of zo. En dat is allemaal zo vreselijk groot. En ik heb liever dit en dat is mensen allemaal zo verspreid. Want daar heb ik niet zoveel last van. Maar ja, dat heb ik zo een beetje. Ik vind het wel veel fijner. Dat een beetje alles aan een kant zit. Daar word ik er helemaal gek van. Maar ja, we gaan gewoon lekker naar de markt. En mijn spel loopt even vast. Nou, gezellig. Nou ja, hier is de markt, wil ik zeggen. De markt, hemig. Nou, hier hebben we... Halflingen, die is nu 499 starcoins. Ja, weet je, ik ga geen paarden kopen, want daar moet ik dadelijk ook iets vertellen. Hierna, dus dat komt helemaal goed.
Nou, hebben we ook. Volgens mij is het de Mustang. Toch? Ja, dit is de Mustang, want. Oh, deze is ook leuk. Oeps, ik wil geen paarden kopen. Ja. Ik wou net zeggen, deze heb ik toch ook, want blik ik eerlijk dan niet op. Maar deze heb ik. Deze vond ik echt cute. Echt heel cute. Ik vond deze ook niet echt mis of zo. Red Roman, dat vind ik een beetje meer. Maar ik vind hem wel mooie lijnen, dat weet ik wel. Echt heel erg mooi hier zo. Lijnen. Nou. Oh, deze vind ik ook nog steeds leuk. Heb ik deze niet? Oh nee, ik heb deze hier. Ik dacht al, hè? Dit is iets lichter. Ik dacht al. En deze heb ik. Hoezo heb ik. Wacht eens even. Ik zie een fout. Deze. Kijk naar de kleur, hè. Het is gewoon precies hetzelfde. Dat heeft gewoon tweede dezelfde erin geduwd, zie ik. Dat is zo gek. Ik dacht al, hè? Waarom heb ik die paard twee keer? Huh, wat? Dat klopt niet. Stop, ze heeft een fout gemaakt. Wauw. Oh, Tarkana. Ja, die heb ik sowieso. Die weet ik. Die niet. Deze wel. En deze. Hebben die ze gereden? Weet je, ik weet het zelfs niet eens meer. Oh, ik vind deze zwarte ook zo leuk. Maar ik ga geen stalkers en schenken. Deze blijft ook schattig. Ik heb het moeilijk. Ik kom er maar niet uit. Arapia. Heb ik deze witte? Nee, toch? Nou, weet je, ik weet het zelf niet eens meer wat voor een paard ik allemaal gekocht heb, joh. Heb ik echt letterlijk die witte gekocht? Are you kidding me? Maar oké. Okay. Nou, het ziet echt heel boeiend. Hier kan je niks mee. En hier is een kast waar je setjes in kan veranderen. En waarom mocht dat nog op klikken? Hallo. Ja, mijn hele stal zit helemaal vol. En ik weet niet wat ik daarmee moet. Want ik wou dat stal hier een optie had. Daar hier een knopje van je setjes in kan doen. Zeg. Als je hier zo'n knop hebt, dat je meer van die... tabellen hebt, dat jij je leuke setjes in kan doen. Dan zit je hele stal niet zo heel erg vol met al die setjes van mij. Ja, ik heb allemaal setjes gemaakt. Maar dat vind ik gewoon jammer. Ik wou dat Stasje dat ook deed. Maar ja, ik weet niet meer wat het nog meer is. Oh, wacht, er zijn nieuwe setjes. Momento. Oh. Ik vind deze leuk. Hallo, hoeveel kost die? Huh? Oh ja, alleen laat maar. Ik dacht van nee, dan koop ik het liever niet. En dat is wel mooi, zeg. Moet je zien hoe mooi de set bij de paard past. Kijk dat dekje. Oh mijn god. Kijk dat dekje. Oh my god. Nee, nu. Stasje, wat doe je met mij? Oh, ik vind dat dekje mooi. Nee, zoals Stable doe je met mij. Ik vind dat dekje echt geweldig. Oh ja, weet je wat? Ik koop het gewoon. I don't care. Oh. Nee, laat maar. Ik kan niet kopen, want ik kom met de koffer deze. En ik wil niet mijn stakers doen. Zoals Stable, echt waar. Moet het zoveel kosten, in godsnaam? In godsnaam, waarom? Ik vind dat dekje zo mooi. Hij heeft wel een hele slechte dingen, zie ik. Heb ik ook voor kleren of zo? Oh, dit, een beanie. Huh? Wow, oké, mijn hele ding ging helemaal gek doen. Ja, die broek vind ik een beetje min. Ik hou niet zo van die wijde broeken. Ook niet, ja, wat ik nu aan heb, dat ook niet. Ik hou niet zo van die wijde pijpenbroeken, weet je wel? Daar hou ik helemaal niet van. Ook niet in stalstijl, want dat vind ik vreselijk. Kijk dan als... Oh, ja, deze staat wel leuk. Laat maar. Het staat leuk. Oh, wacht eens even. Dit past heel leuk bij die dekjes, toch? Kijk het wel, dat past toch leuk bij. En deze zit ook nog steeds. En ik wil deze ook nog steeds kopen. Maar achteraf heb ik toch iets van... Nee. Oh ja, deze katjes zijn nog steeds wel leuk. Ja. Maar nog steeds even duur. Iets wat goedkoper zijn die oude beestje waar je helemaal niks aan hebt. Maar oké. Okay. Nou ja, ik ga denk ik wel hier die video bij laten. Maar volgende week komt daar
Halloween. En dan kan ik echt niet op wachten. Weet je wat? Halloween is echt mijn favoriete update van Star Stable. Dat weten sommige mensen wel. En kerst vind ik echt super leuk. En ik ben echt zo blij dat die komt. Ik kan nu al niet meer wachten. Maar ja, volgende week zien jullie ook iets verschijnen bij mijn streams. Maar dat zien jullie dan wel. Ik ben vrijdag ben ik weer live. Misschien in de middag of 's avonds. Maar dan moet ik even kijken. Dus ik zou zeggen, hou me Instagram in de gaten als je mijn updates wilt weten. Hoe ik live ga of ik de keer met de update live ga of weet ik veel wat. Dus ja, dan zeg ik tot de volgende keer. Bye bye.